Lexi, eerste weken na je terugkeer zit het erop. Is het het warme bad wat je verwachtte? Ja, dat vind ik wel. Ik voel me thuis en ik heb het enorm naar mijn zin. En, in de groep ook. Ja, voelt wel als een warm bad, ja. Heb je ook wezenlijk een ander gevoel dan de afgelopen anderhalf jaar? Ja, natuurlijk. Afgelopen anderhalf jaar, nou, ik moet zeggen dat ik het in Wils heel erg naar mijn zin heb gehad. Met het hele gezin. Mijn vrouw zegt dat ook. Dat is echt leuk. En in België heb ik het ook enorm naar mijn zin gehad. En dat was natuurlijk heel kort. Maar ja, het was een moeilijker verhaal daar zo. Omdat ja, grote selectie gingen ze mee werken. En dat was wat moeilijker om veel speeltijd te krijgen. Ja, uiteindelijk heb ik daarvoor gekozen om terug naar ADO te gaan. En ja, je merkt wel degelijk dat ik nu hier ben, dat het wel anders is. Het is wel echt thuiskomen en ja, je voelt je anders, je doet anders als je hier bent dan dat je daar bijvoorbeeld bij Cardiff of bij Brugge bent. Het is nu een interlandbreek weekend. Is dat voor jou ook een moment om eens eventjes alles rustig op een rijtje te zetten en terug te kijken naar die eerste week hier baden? Nou ja, ik denk dat het vooral best wel een druk leven. Dus ja, of ik dan echt terug ga kijken op de eerste weken, dat denk ik niet. Maar natuurlijk zijn er af en toe wel momenten dat het voorbij schiet. Dat je denkt van dat is best wel snel gegaan. We hebben al 11, 12 wedstrijden gespeeld, geloof ik. Ja, dat het best wel snel is gegaan inderdaad. Maar over het algemeen pak ik gewoon lekker mijn rust in het weekend. En gaan we gewoon lekker wat leuke dingen doen. Was er een hoog verwachtingspatroon voor jou in die eerste 11, 12 weken? Ja, maar dat weet je. Dat is normaal. Een hoop mensen denken natuurlijk, als je terugkomt, die denken van, oh ja, die schieten wel even 10 tot 15 in de Eredivisie dit seizoen. En, ja, dat is logisch dat zo'n verwachtingspatroon er is. Maar ja, aan de andere kant, ik speel natuurlijk ook een hele andere positie nu. En ja, er worden ook andere dingen vanuit de staf van mij verwacht. Dus ja, ik zeg, ik vind het logisch. Maar ja, de rol waar ik nu in speel, ik denk dat dat gewoon prima is. Wat me opviel is dat veel mensen de immers die achter Pelle stond verwachten. Ja, dat snap ik. Maar ja, wij hebben natuurlijk geen spits als Pelle. Met alle respect natuurlijk. Björn is een heel ander type. Is ook wel groot natuurlijk, maar die is een heel ander type als Pelle. Pelle was natuurlijk zo sterk. En die zette natuurlijk zo makkelijk twee verdedigers opzij. En ja, dat was ook echt het spel wat we bij Feyenoord speelden. Lange bal eigenlijk op Pelle. En ja, daaruit eigenlijk gaan voetballen. Omdat hij alle ballen vasthield. Dus ja, speelden wij veel directer. En heel af en toe via de vleugels met voorzetten. En ja, dan stonden wij daar met z'n tweeën. En ja, we hebben nu Nasser op 10 staan. En dat is meer voetballend. En dat gaat ook prima. Dus ik denk dat wij niet mogen klagen dat het zo gaat nu. Hoe volg jij die verhalen over jou en je nieuwe positie? Nou, helemaal niet. Af en toe hoor je wel eens iets van binnen groep dat ze zeggen van ja, ze vinden dat je op 10 moet spelen. En ja, ik zeg nou jongens, ik vind het prima. Ik lees het helemaal niet. Ik moet zeggen, heel eerlijk zeggen, ik heb niet eens tijd om de krant te lezen of social media te kijken of ergens op te antwoorden. Daar heb ik niet eens tijd voor, joh. Ik zeg het, ik heb zo'n bureau, Meet the Players, wat voor mij al mijn social media bijhoudt. En ja, dus, ik heb daar geen eens tijd voor om daarna te kijken. Kwam jij voor het eerst echt tot uiting tegen Feyenoord op die plek? Echt goed, heb ik het dan ook? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ik wel eerder tot uiting ben gekomen op die plek. Als je gaat kijken naar NAC uit bijvoorbeeld. Dat was ook een prima wedstrijd waar ik en ik ook iets meer naar voren speelde. Waar ik ook gewoon twee goede schoten op doel heb gehad. En ja, er zullen vast nog wel een aantal wedstrijden zijn. Sparta thuis, tweede helft. En ja, meestal zijn het bij ons ook de momenten van de tweede helft bij ons dat we echt goed spelen. En dat we ook als team het laten zien. En nou ja, ik denk niet dat het alleen Feyenoord is geweest. Daar kwam het wel tot uiting, misschien ook wel vanwege die goal. Tegen Feyenoord, waar je bij betrokken bent. Nou ja, dat was gewoon een momentje van slimheid. Bekker natuurlijk wordt neergelegd en ik sta daar een meter of 15 vanaf. En ik zie dat eigenlijk drie Feyenoorders niet opletten. Ik denk, ja, waarom niet snel benemen? Bekker heeft de bal in zijn handen. En ja, je kan het proberen, je staat 1-0 achter en uiteindelijk komt daar wel een goal uit. En ja, dat is gewoon een stukje slimheid en ja, verder niet. Mooie goal. Als je nou moet kiezen, hè? Die van jou tegen Utrecht of deze? Nou ja, ik had het net over voetballend. Op voetballend gebied is het doelpunt van Aaron is veel mooier dan die van mij. Maar op moeilijkheidsgraad, gebied van moeilijkheidsgraad, is die van mij veel mooier natuurlijk. Want die van mij komt echt heel hoog uit de lucht. Die wordt weggekopt. Die komt heel hoog uit de lucht en die neem ik in één keer op een pantoffel. En ja, van die ballen die ik schiet, die zijn normaal gesproken schiet je er 100 van de 99 van de 100 schiet je het stadion uit. En ja, die van Aaron is eigenlijk is binnen de 16 ook. En ja, ik vind hem iets makkelijker qua moeilijkheidsgraad dan die van mij. Het voorgerecht van Aaron was beter, maar het hoofdgerecht van jou was beter. Uiteraard, inderdaad, zeker weten. Zeg je dat ook tegen Aaron?
Nou, dat niet. Nee, we hebben het niet over. Eigenlijk, wat ik de laatste dagen alleen maar heb gehoord, is FIFA Goal, FIFA Goal. Waar ik ook kom. En als het nou op school is bij mijn kinderen of in de supermarkt of ik loop hier naar buiten, Wado, dan is het FIFA, FIFA, FIFA. Dat is het enige wat ik hoor. Vind je dat nou leuk, hè? Want ben je terug in Den Haag en dan ga je boodschappen doen of je bent je kindje naar school, dan word je natuurlijk veel meer aangesproken als in bijvoorbeeld Cardiff of Brugge. Ja, absoluut. Nee, dat is heel veel. Ja. Overal waar ik op straat loop, weten de mensen wie je bent. En, ja, soms heb je wel eens een moment dat je denkt van, jongens, als je wel eens in een restaurant zit of je gaat wel eens bij Van der Valk, ga ik wel eens eten. En dan zit je met het gezin aan tafel en dan zijn er best wel eens mensen die natuurlijk tijdens dat je eigenlijk zit te eten, ja, komen de mensen naar je tafel toe en vragen. En ja, dat was in het buitenland was dat heel anders. Dan liet die mensen je echt met rust. Dus soms heb je wel eens van, jongens, wacht even 10 minuten, kwartiertje mee. Maar aan de andere kant, ja, supermarktdingen, ja, ik ben een man die graag buiten komt en tussen de mensen is en een geintje maakt. Dus ik vind in de supermarkt bijvoorbeeld vind ik het ook leuk. En dan maakt de boel nog een beetje gek ook daar. Stiekem een klein beetje gemist toen je in het buitenland zat. Ja, tuurlijk, absoluut. Zeker wel. Ja. In het buitenland was het echt. De mensen wisten wie je was, maar liet hij echt met rust. En zeiden verder niks tegen je. En het was echt alleen tijdens de wedstrijden bij het stadion dat de mensen een handtekening van je wilden hebben. En dat was het enige. Tot slot nog één ding. Ik begreep dat je aan je TC3 bent begonnen. Klopt, ik ben al bijna klaar. En? Nou ja, gaat goed. Bijna klaar. Ik denk eind november, begin december mag ik mijn PVB gaan plannen. Dus dan ben ik, als het goed is, als ik het goed doe, ben ik klaar met TC3 al. Ga je dan gelijk door voor TC2? Ja, absoluut. Ja, dat wil ik wel doen. Ja. Nu kan het. En als ik dat dadelijk na mijn voetbalcarrière moet gaan doen, dan scheelt dat toch wel weer een half jaar. En nu heb ik het allemaal achter de rug. En als ik dan straks stop met voetbal, dan kan ik misschien gelijk TC1 gaan doen. Heb je al enig moment gehad dat je dacht van, hey, dit is handig voor in mijn actieve voetbalcarrière, dit kan ik nog gebruiken? Ja, op welk vlak bedoel je dat? Tactisch, technisch? Trainings, natuurlijk, je ziet trainingsvormen, die schrijf je op. Dat is natuurlijk altijd leuk voor later, over een aantal jaar als je zelf trainer bent. Dat zijn natuurlijk altijd dingen die je kan onthouden en die ik mee kan nemen. Een soort portfolio maken van trainingen en dat soort dingen, tactisch inderdaad, ja. Ga je nu ook zo slap ouwe hoeren met periodisering, lengte voor breedte en dat soort gein? Nou ja, het is wel onderdeel natuurlijk van de KNVB. Hè? Diepte voor breedte heet het. Dus liever vooruit dan achteruit. Ik ga niet zo lullen. Maar ja, dat hoort bij de TC3 en dat is gewoon iets wat erbij hoort. De voetbaltaal, TC3 is natuurlijk meer docent, leraarachtig gericht. Dus ja, je gaat meer werken met kinderen. Dus je moet wel op je taal passen inderdaad. Dat je het op de juiste manier uitlegt natuurlijk aan kinderen. En niet de moeilijke woorden gebruikt. Periodisering, ga je die ook een beetje in het veld gebruiken van gast? Dat is nu tijd voor? Nee, nog niet hoor. Nee, nog niet. Dat zal nog niet zo snel voorkomen bij de jeugd. Misschien over een jaar of 10, 15 als ik trainer ben bij een... Bij een seniorenteam, maar nu niet. Gaat het ooit gebeuren dan dat jij tegenover mij staat als hoofdtrainer van ADO? Nee, dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Dat zou wel mooi zijn. Als je dat nu zegt, is dat natuurlijk een fragment wat we over 15 jaar uit de doos trekken. Ja, tuurlijk. Tuurlijk is dat moment, zeggen we gelijk, daar is die hoor, het moment. Nee, maar nee, ja, ik weet dat niet. Dat is te moeilijk of dat is te lastig om te zeggen nu. Dat is nog zo ver. En ja, je ziet het natuurlijk aan mannen als Maurice Stijn en zo. Die hebben natuurlijk ook zijn begonnen in de jeugd, bij B2 geloof ik. En uiteindelijk is dat best wel snel gegaan. En die zijn best wel snel hoofdtrainer van het eerste geworden. Ja, je weet niet wat de toekomst brengt. Je weet niet wat voor mensen die hier over 5 jaar werken. Wie de technisch directeur, wie de algemeen directeur is. En dat zijn uiteindelijk de mensen die dat bepalen. En het moet er ook maar tijd voor zijn. De tijd moet ook maar rijp zijn. En ik zeg, je moet nog genoeg ervaring op doen om uiteindelijk hoofdtrainer van ADO te worden. Maar dat zit voor mij nog niet, daar ben ik nog echt helemaal niet mee bezig.